Dames en heren, mag ik even uw aandacht voor het enige officiële gedeelte van vanmiddag, zou ik haast willen zeggen. Een toespraakje vanwege het 25-jarig jubileum. Ik kan u verklappen, het staat op één blaadje, dus niet getreurd, vooral muziek maken. Maar daar komt u dan toch. Dag jongens. Beste vrienden, familie, muziekliefhebbers en muzikanten natuurlijk. Vandaag heb ik de eer om jullie te mogen verwelkomen op de viering van het 25-jarig bestaan van de Auto Reverse Jazz Orchestra. Hier in de Haagse Jazzclub, een locatie die bij uitstek bij deze viering past. Dat ik hier voor jullie sta, is niet specifiek mijn verdienste, maar in de eerste plaats de vrucht van onze oprichter van het orkest, de heer Wim Mossel. En natuurlijk van alle bandleden die de afgelopen 25 jaar deel hebben uitgemaakt van dit orkest. Ik zie hier heel wat gezichten voor mij zitten en ook om mij heen. Zij hebben de liefde voor de traditional jazz geuit, doorgegeven en al die jaren het vuur erin gehouden. Het idee van Wim Mossel was om jazz van voor 1934 uit te voeren in een kleine bezetting, waarbij het vooral gaat om het lol hebben en leuke mensen. Wim ging daar heel ver in, getuige zijn uitspraak. Het kan me niet verdommen of het publiek het mooi vindt, als ik het maar mooi vind. Dat is Mossel. Ja, het is, hè? Hij wordt herkend. Gelukkig hebben we in de loop der jaren ondervonden dat het plezier van het publiek en muzikanten goed samen te brengen is. En dat uitzicht in de 20 of 30 optredens per jaar die we nog steeds hebben. Dus dank je Wim, het is ons gelukt. Het hebben van plezier met elkaar is ook echt een kernwaarde gebleken van dit orkest. Invallers die merken steeds op als ze met ons samenspelen dat ze zo graag samenwerken omdat de sfeer zo fijn is en we de muziek zo serieus nemen en het publiek net zo goed. Een tweede verdienste gaat uit naar Georges Katé, die er helaas vanmiddag niet bij is. Zonder hem had het orkest namelijk niet bestaan. Vijf van de zes leden van de oorspronkelijke startbezetting, die waren deelnemer aan de Dixieland Workshop van hem aan de Stedelijke Muziekschool. En van de mooie arrangementen van Georges maken we ook nog steeds dankbaar gebruik. Je bent er niet bij, dankjewel Georges. Ik kreeg nog wel de groeten van hem via Frits Katé vanochtend, zijn broer natuurlijk. Vandaag staat in het teken van de muziek en de vele muzikanten en liefhebbers met wie het plezierig samenwerken is. Deze dag moet ook een hoogtepunt worden in de geschiedenis van Auto Reverse Jazz Orchestra. Eén van de hoogtepunten. Voor deze sessiemiddag hebben wij, zoals u zag, een basisbezetting neergezet van muzikanten waar we de afgelopen 25 jaar mee hebben samengewerkt. En natuurlijk zijn voormalig bandleden en andere muzikanten ook aanwezig in grote getale vanmiddag. Dus dat wordt een echte sessiemiddag. En ik ben er praktisch zeker van dat dit een middag wordt om niet te vergeten. Maar over naar de muziek, genoeg gepraat. We gaan eerst een setje spelen met de Auto Reverse Jazz Orchestra. En daarna is de sessie echt geopend. En we zullen frequent wisselen gezien het grote aantal muzikanten wat ik zag, om iedereen de gelegenheid te geven om mee te kunnen spelen. Dus het kan wat rommelig zijn, maar vooral laten we met z'n allen een leuke middag van maken. Degene die mee willen spelen, kunnen zich melden bij Hans Bernhard, degene die aan het runde, of bij mij. En dan maken we er zo goed mogelijk iets van. Dames en heren, voordat ik u aan het orkest nog één keer voorstel, is mij gevraagd om nog heel even het woord te geven aan de secretaris, of ben je weer secretaris volgens mij, toch? Van Haagse Jazz Club. De Nieuwstraat. Nou, misschien kunnen de muzikanten voor het eerste nummer toch even dit opzetten. Het past ook wel bij het eerste nummer, want het is namelijk, dat heet dus getiteld Angry. Veel plezier. We hebben je maat niet, Bob. Nou, Wim, dankjewel. Ik had nog zo gezegd, we doen geen band outfit aan vandaag. Maar bij deze dus een alternatieve outfit. Ja, hij is voorstelbaar, Dick. Dat zou ik maar doen. Oké, nou dames en heren.
We gaan een paar stukken voor u doen. Dames en heren, jongens en meisjes, de Auto Reverse Jazz Orchestra. Thank you.
Dank u wel, dat was Angry. En dan is het nu tijd voor de Angry Old Man om een kroon weer af te nemen, begreep ik? Ja. Maar je genoeg zo? En je mag hem wel opbouwen. Er moet eentje de baas zijn. Hij is lekker warm. Dank u wel, Haagse Jazz Club, voor dit geweldige attribuut. Het volgende stuk wat we gaan doen heet Sugar. Dat is een stukje liever. En let wel, dat is niet de bekende Sugar, maar die andere. Thing on earth. No, sir.
mansion, bring to your attention, she's so refined. In conclusion, therefore, that's why I care for sugar, my sugar. Echt zo'n eindje uit de jaren 20. Waarvan iedereen denkt, wat gebeurt er nu? Ja, en dat gebeurt er dan. We gaan verder met de titelsong van onze voorlaatste cd. U heeft het hier en daar al zien staan of zien liggen. De cd Clap Hands zijn ook de nieuwste cd van ons. Die zijn verkrijgbaar bij Marie, bij de Bali, voor 5 euro. Maar we gaan nu een stukje spelen eerst. Clap Hands, hier komt Charlie. Thank you.
Clap hands. Dank u wel. Clap hands. Dames en heren, we gaan nog een paar stukjes doen voordat de sessie losbarst. En we hebben een mooi ingetogen stuk. Een van die arrangementen van George Cate waar ik het over had. En dat is het stuk I'm Coming Virginia. Uit elkaar valt, maar ja, gelukkig is het alleen maar het wasbord. Het vorige stuk, I'm Coming to Virginia, als eerbetoon aan George Cate, onze inspirator.
Het volgende stuk is er eentje waarbij het wasbord zeker in elkaar moet zitten. Dat nummer heet namelijk Coney Island Washboard. Maar even kijken of het gaat lukken. Nou, de band bedraagt ook al meer dan 300 of 400 ervaringsjaren. Opgeteld, echt waar. Daar doe ik maar gewoon een klein stukje aan mee. Maar al wel 25 jaar lang. Het volgende stuk. Durf ik het te zeggen? Nou, als er wat blikkerig geluid wordt, dan valt het waswoord uit elkaar. En daarom is het volgende stuk Coney Island Washboard. Thank you.
Dames en heren, Henk Joeken aan het wachtwoord. Dit setje van Auto Reverse afsluiten met een laatste stuk. Want dan hebben alle andere muzikanten ook nog gelegenheid om met elkaar en met ons te jammen. En het laatste stuk wat we gaan doen, dat is eigenlijk special voor de laatste aanwinst van ons orkest. Nou, dat is Bob. Die speelt pas het kortste mee. Ook al jaren intussen, maar... en dat is een mooi stukje wat hij heeft aangedragen. Dat heet Between the Devil and the Deep Blue Sea.
Dank u wel, dames en heren. Dat was het voor wat betreft het setje van de Autoriverse Jazz ook gestaan. Ik wil even kort aan u voorstellen. Dixie XC op de sax. Fred Groot op de klarinet. Henk Joevenaar op het wasbord. Dick Wetting op de banjo. Bob Wins op de sousaphone. Mijn naam is Matthijs Severs op trompet. We gaan nu snel wisselen en starten met de sessie. Dus neem wat te drinken voordat u gaat dansen. Dat doen wij ook.